Helemaal, vandaag even lekker make-uploos. Ik heb een nieuw palet gekocht. 2-7 in de Buff palet. Dit is Natural Nudes. En ja, ik hoorde dat dit palet heel goed was. Ik heb hem gekocht bij de DA in Amsterdam. Bij de Leidse straat. Ja, je hebt 4 verschillende versies van dit doosje. Maar ik vond deze het mooist. Ik twijfelde nog heel erg over tussen deze en het bruine doosje. Ik weet even niet meer hoe die heet. Ik zal hem even laten zien hoe die eruit ziet. Tada. Hij lijkt heel erg op de Naked Eye palet. En ik ga nu voor jullie de folie eraf halen. Oh my god. Ze zijn zo nieuw. Het kastje is inmiddels uitgevallen. Maar hier kun je in ieder geval de kleuren zien. Hier heb je matte zwart. En langzaamaan gaat dat naar bruin tinten, lichtere tinten. En ja. Eigenlijk gewoon alle kleuren waar je een normale, neutrale look mee kan maken. En dat ga ik vandaag doen. Het is trouwens de applicator die erbij zit. En dat is echt zo'n, hoe zal ik het zeggen? Het is zo'n... Ja, het doet me denken aan een kindermake-up kwastje. Ik gebruik dit zelf nooit meer. Ik gebruik altijd gewoon kwasten. En hier heb je wel een soort van kwastje. Maar ja, ik vind hem er niet super fijn uitzien. Dus ik gebruik hem gewoon mijn eigen kwasten. Nou, we beginnen natuurlijk met mijn make-uploze gezicht. Oké, ik begin met de oogschaduwbasis van Essence. Ik weet niet of deze nog te koop is. Maar ja, ik vind deze persoonlijk heel erg fijn. En hij is lekker goedkoop. Dit breng ik aan over mijn ooglid, maar ook iets hoger in mijn wenkbrauw. Want ik werk ook met wenkbrauwpoeder en dan blijft hij ook iets beter zitten. Ik gebruik verder trouwens geen foundation. Ik ga er nog een keer een video over maken, over mijn mening over foundation. Maar ja, ik vind mijn huid redelijk normaal genoeg om geen foundation nodig te hebben. Dus ja, oké, als highlighter begin ik met de kleur Sand. En ik blijf het lastig vinden om het zijklepje als spiegel te gebruiken. Maar ik begin met de highlighter aan de binnenkant van mijn oog. En ik doe wat onder mijn wenkbrauw. Dan ga ik verder met de kleur Wave. En vervolgens gebruik ik Thunder in de crease. Zo, ik pak toch stiekem mijn spiegel erbij. Dan pak ik mijn blending brush erbij en hiermee ga ik het geheel blenden. Ga ik mijn wenkbrauw bijtekenen, maar dit ga ik gewoon met een oogschouder doen uit het palet. Dat leek me wel grappig om een keer iets anders uit te proberen. Dat ga ik doen met de kleur chocolate. En ja, die komt wel in de buurt van mijn wenkbrauwkleur. Tenminste, de kleur die ik normaal altijd gebruik voor mijn wenkbrauwen. Even dat jullie weten, dit is trouwens geen reclame. Ik heb de box voor €8,99 gekocht. Bij de DA in de Leidstraat. En ja, ik ben gewoon heel erg benieuwd wat ik van de pigmentatie vind. Ik vind de kleur Wind die ik gebruikt heb, die ik gewoon gebruikt heb op mijn ooglid. Ik vind dat die niet zo goed pakt. Ik vind dat de kleur die ik in de crease gebruik, dat die wel beter is. Die is beter qua pigment. En de highlighter vind ik ook wel mooi. Dus op zich ben ik redelijk tevreden. Ik had ze wel kunnen mailen en kunnen vragen of ze een samenwerking wilden. Maar ik dacht, ja, ik had het palet sowieso gekocht. En ik dacht, ja, dan moet ik weer helemaal gaan mailen. Even kijken. Ja, ik vind hem als wenkbrauwpoeder vind ik hem best oké. Ik denk niet dat ik hem als wenkbrauwpoeder ga gebruiken. Ik vind die van mij toch net iets mooier qua structuur en kleur. Die van mij blijft net iets beter zitten. Maar deze chocolate is prima vervanging. Als ik ooit een keer op vakantie ga of zo, dan zou ik deze best mee willen nemen en dat ik die dan als wenkbrauwpoeder gebruik. Oké, dan ga ik iets uitproberen met mijn wenkbrauwpoederkwastje. Normaal gebruik ik namelijk altijd mijn Kiko eyeliner, die helaas bijna op is. Dat is echt de beste eyeliner van de wereld. Ik zal hem even laten zien. Dat is deze en dat is geen reclame, maar je kan hem alleen via een site bestellen en dan moet je €25 of meer betalen ofzo. Gekke werk, maar misschien ga ik dat wel doen, want dat is hier gewoon waard. Maar in ieder geval, ik ga de laatste zwarte kleur gebruiken. Die heet Onyx. En daarmee ga ik met dit kwastje, een schuin afgesneden kwastje,
ga ik proberen een lijntje te zetten boven mijn oog. Als het nou goed bevalt, dan ga ik het misschien vaker doen. Want ik vind het altijd wel tof uitzien met poeder in plaats van vloeibare eyeliner. Ziet het er toch net vaak iets natuurlijker uit. Dus misschien dat ik daar dan vaker mee ga experimenteren. Dus ik ben heel benieuwd. Hier heb ik wel echt een spiegel bij nodig. Want als dit fout gaat, dan is mijn hele ooglook verpest. Ik vind het best wel tof. Misschien ga ik dit vaker doen. Want je kan dus met het kwastje kun je wimpers omlaag duwen. En dan kun je er heel goed bij. Als je dat met vloeibare eyeliner doet, dan zitten je wimpers meteen onder met vloeibare eyeliner. En dat is echt heel erg kut, want dat is echt totaal anders dan mascara. Maar als eyeliner vind ik hem wel tof. Ik vind het tof dat je met oogschaduw, zeg maar, dat je een net iets minder hard lijntje krijgt. Met vloeibare eyeliner is het echt, zeg maar, een hard lijntje. En nu is het echt, zeg maar, een stuk zachter. En dan kan ik ook gewoon proberen om een keer een andere kleur te gebruiken als eyeliner. Dan ga ik nog een lijntje onder mijn oog zetten met Topaz. Nou, die kleur vind ik ook wel goed. Ik kan natuurlijk niet heel goed zien omdat het op een klein oppervlak is. Maar ja, je ziet de kleur wel duidelijk. Hij geeft goed pigment af. Ja, ik vind het wel tof. En nu nog mascara, want ik moet natuurlijk wel de look even afmaken. Eerlijk gezegd vind ik dat elke mascara voor mij een beetje hetzelfde werkt. Dus ja, ik hecht er nooit zoveel waarde aan. Mascara is mascara. Het is zo lastig, hè, om dat zijklepje te gebruiken als spiegel. Ik ben dus wel tevreden met deze look. En ja, ik kan dus wel mijn mening geven over het palet, maar niet helemaal. Omdat ik dus niet alle kleuren heb uitgeprobeerd. Mijn mening, ik vind deze vind ik goed. Deze als wenkbrauwenpoeder vind ik goed. Deze als onderlijntje vind ik goed. In de waterlijn, zeg maar. Deze vind ik niet zo goed. Die heb ik op mijn ooglid gebruikt. Deze heb ik op mijn crease gebruikt. Die vind ik wel goed. En die mat zwarte, die vind ik echt geweldig. Ja, er zitten nog andere kleurtjes in. Die heb ik dus niet uitgeprobeerd. Maar die ga ik nog wel een keer uitproberen natuurlijk. Als jullie willen dat ik een look maak met de andere kleuren, dan moet je het even zeggen in de comments. Dan maak ik nog een keer zo'n video. Ik weet niet of jullie dat leuk vinden, want het is weer wat anders dan wat ik normaal doe. Ja, volgens mij was het doosje iets van 8, 9 euro. En dat vind ik hem op zich wel waard. Ik vind het alsnog vrij duur voor een palet. Maar ja, als je het vergelijkt met de Naked Eye Palette, die is 45 euro. Als je dit nou leuk vond dat ik een keer een make-up tutorial deed. Of een soort van first impressions. Laat het achter in de reacties. Meestal doe ik het niet zo vaak, maar wie weet dat ik het dan vaker doe. Wil je nou weten hoe ik mijn dagelijkse make-up doe, dan moet je even hier klikken. Daar staat een video waarin ik mijn dagelijkse make-up doe. En dan zie je ook meteen wat ik normaal gesproken draag. En als je hier nieuw bent, dan kun je natuurlijk hieronder abonneren. Dan hoop ik dat jullie het leuk filmpje vonden. En tot de volgende keer. Doei!